Hoi, vandaag is het secretaressendag. Ja, maar hoe teken je nou een secretaresse? Ja, dat kunnen we natuurlijk proberen. Maar er is ook nog wat anders. Het is vandaag High Five Day. High Five. Misschien kunnen we daar ook wel wat mee. Doe je weer mee? Ja. Secretaressendag. Hoe teken je nou een secretaresse? Ja, een beetje een stripachtige secretaresse. Die heeft natuurlijk een beetje een lijzig gezicht. Die heeft een brilletje op. Maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Paparazzi erbij, zo. Nou ja, dit is misschien, is dit een secretaresse? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet of dat zo goed is, maar tenminste of dit nou echt een secretaresse moet voorstellen. Ik weet niet of dit nou zo echt een secretaresse moet voorstellen, maar er is nog wat vandaag. Het is ook High Five dag. Ja, en met de corona mocht dat allemaal weer niet meer. Dus ja, dan heb je natuurlijk een nieuw soort High Five, hè. De vuist. We geven elkaar een vuist. En dat is eigenlijk een beetje de nieuwe soort high five. Hè? Nou, hoe tekenen we nou dat dan? Zo. Zo. Nou, het is misschien niet de beste hand die ik ooit heb getekend. Maar goed. Ja, dan komt natuurlijk de andere hand tegenaan. Zo. Nou, dat is een beetje de nieuwe high five, hè? Dat is trouwens wel een grote hand en een kleinere hand, zie je dat?
Er zit nogal verschil in, die twee handen. Maar goed, ja, twee keer de box. High five. Je kan het natuurlijk ook anders en makkelijker weergeven. Dan pakken we gewoon de echte, de oude high five. Ja, laten we dat eens eenvoudig doen. Ook gewoon een hand. Even kijken, zo. Zo. Van die streepjes zo. En een andere hand natuurlijk. Vergeet hier de duim. De duim vergeten we hier. Oh jee, maakt het toch. Nou goed, zo. En hoppakee. En dan. High five. Dit is niet de beste hand, hè? Dan mogen we nog even op gaan oefenen. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met high fives. Probeer eens handen te tekenen. We hebben dat in het verleden ook al gedaan. Ik ben niet zo heel sterk in handen. We kunnen er nog wel eventjes eentje doen. Dan zie je al dat ik door de mist in ga. Nou ja, goed. Dan high five. Zoiets. Goed, ga lekker oefenen. Ga eens kijken hoe ziet een hand er nou uit. Probeer dat eens te gaan tekenen. Kan met stift. Denk er weer om dat je er iets onder legt. Maar dat kan ook met potlood. Je kan ook eens gaan schetsen en kijken waar zitten die schaduwen van de hand. Probeer je eigen hand eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.